Meer info op ecostyle.be. De tuintip van Roger. Onkruid in de tuin. Het is voor velen een plaag en de meeste mensen bestrijden dat dan met chemische bestrijdingsmiddelen. Die dan in het oppervlaktewater terechtkomen bijvoorbeeld. En dat is schadelijk voor de mens, voor de dieren en het milieu. En waarom het niet is, ecologisch aanpakken. Onkruidbestrijding kan dus ook ecologisch. En Roger spuit dan nog enkel op die plaatsen waar er onkruid staat. Dit product is zelfs effectief tegen hardnekkige onkruiden als paardenbloem, akkerpaardenstaart, zevenblad, netels en distels. Met een gebruiksklare variant met meegeleverde sproeier is hij zelfs in één klap volledig uitgerust om aan de slag te kunnen. Om preventief te werken is een degelijke bodembedekker onontbeerlijk. Waar hij onkruid wil vermijden, strooit hij dus een ecologische bodembedekker op basis van fijne kokosvezels en gekalibreerde stukjes kokosbast. In tegenstelling tot boomschors verteert een product op basis van kokos veel trager en heeft het geen verzurend effect op de bodem. Een laagje van 3 tot 4 centimeter volstaat. Roger giet er alvast wat water over, zodat de stukjes gaan zwellen en een dichte mat vormen. Hij houdt zo ook zijn haag of planten langer vochtig. Een bodembedekker als deze kan je ook decoratief gebruiken, zoals op tuinpaden, in speelruimten en plantenbakken.